onder de naam even opschrijft op papier. Janice, ik ben al aan het filmen, want jij bent met zoveel mensen nog in gesprek. Ja, dat hoort erbij. Hè? Ja, dat hoort er zeker bij, zeker in het begin. Hey, maar gefeliciteerd met de nieuwe winkel. Dankjewel. We waren hier natuurlijk al een maand geleden, toen hadden jullie het aangekondigd. En nu staat mooi de letters erop. Ja. Beetje graffiti-stijl die letters, of niet? Ja, nou, dat wel logo is echt zo ontworpen. Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. En gisteren hadden jullie een feestje binnen. Ja, supergezellig. Jullie hadden ons uitgenodigd, maar wij komen wat liever op de voor of daarna. Ja, dat wist ik. Zullen we even naar binnen, want anders hebben we weer wind in de... Kom even kijken. Ja, vertel eens. We komen eigenlijk gelijk binnen in een soort winkelgedeelte. Ja. Ik sprak net even een dame, dat is eigenlijk de agent van, van de merken die Michelle. Je hier verkoopt. Ja, ja. En ze zei al heel veel biologisch en hele lijnen. Ja, puur natuur, hè? Ja. Previa PH, ja, het is allemaal puur natuur. En dit deden jullie in Zoutelanden nog niet heel erg, of wel al? Nee, we hebben daar wel Kevin Murphy, dat is ook een mooi merk. Maar dat voeren we hier nog niet. Maar ik zie hier bijvoorbeeld ook, en dat zie ik volgens mij niet bij heel veel kappers, dat je ook zelfs gewoon haardrogers en zo verkoopt. Een digitale haardroger zie ik dan. Dat wordt in een haarwinkel, hè? Over dat, oh kijk, ja, dat, daar gaan we al. Dat is een haarwinkel met een kapsalon. Precies, dat is het inderdaad. En ja, dan verkoop je allerlei aanverwante artikelen die alles met het kappersvak te maken hebben. Ja. Nou, en dan lopen we even verder. Mm-hmm. Ja, maar komen het eerste wat mij, ik let meestal niet als eerste op plafond, maar ik zie een aaibaar plafond. Ja. Het is jammer dat we er niet bij kunnen. Ja, jij misschien net wel. Ja, want het ziet er echt uit als een zacht kleed. Ja, dat is het ook. Ja, dat is heel leuk bedacht. Ja. Ja. Nou, je hebt centraal heb je alle stoelen. Ja, er staan er 8 stuks op rij. Want met zoveel werken jullie hier nou? Want jij bent hier vaak? Of altijd? Ik ben hier altijd. Ja. We hebben Anouk achter de. Dag Anouk. Aangenaam. Goedemiddag. Anouk is onze fulltime kapster. Oké, okay. Ja. Dus jij zal ook vooral hier werken? Ja, ik sta 1 dag in de week nog in Zoutelanden, alleen op donderdag. En verder werk ik hier dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag ben ik altijd hier. Zo kijk, nou dan ben je een vast gezicht, een vaste waarde. Ja, heel goed. Ja, precies. Ja, dan komen we bij het wasgedeelte, 3 wasbakken. Ja, want dat is. Ik ben ook nooit bij jullie naar de kapper geweest, maar zijn er nog speciale manieren van werken bij jullie? Of is dat traditioneel of hoe moet ik me dat. Ja, op zich wel. De mensen die hier komen, die worden in principe gewoon gewassen. En dat hoort bij de hele behandeling. En vinden mensen ook vaak heel lekker ontspannen. En je krijgt natuurlijk toch een hoofdmassage als je gewassen wordt. En dan ga je daarna in de stoel zitten en word je geknipt of gekleurd. Of meestal maar net voordat ik kwam, net toen ik aankwam, was er een dame, daar waren jullie best intensief mee bezig. Ja, klopt. Mag ik vragen, wat was nou haar, want het ging over het kleur van haar haren. Ja, klopt. Ja, ze had een uitgroei en zij wilde alles weer gewoon in 1 kleur terug hebben. Maar dat is best heel lastig, omdat zij ook heel licht van zichzelf is. Dus we hebben echt gewoon de goede kleur erbij moeten zoeken. En ja, goed, het is gelukt. Ze was toch tevreden uiteindelijk. Dus ja, we hebben er met z'n drieën bovenop gestaan. En het is goed gelukt. Ze ging heel tevreden de deur uit. Ja. Nou, dat is heel mooi. Ja, precies. En je hebt ook koffieapparaat. Ja, uiteraard. Dat mag niet ontbreken. Nou, en jullie zijn alle dagen open? Behalve zondag. Behalve zondag dan? Nee. Ook niet op kookzondag? Nee, dat doet, nee, doet eigenlijk geen nut voor de kapsel. Ik vind het wel jammer dat Wolse er niet is. Nee, dat die moest in Zoutelanden zijn. Ja. En volle bak daar zijn. Maar is die hier ooit wel aanwezig of komt hij hier eigenlijk nooit? Hij staat hier op maandagmiddag en op dinsdagmiddag. Oh, dus dan kan je altijd nog even binnenlopen om kennis te maken. Tuurlijk, alsnog. Ja, dat moet je zeker doen. Ja, want ik ken hem wel of ik ken hem niet. Hè? Want het is wel heel veel mensen kennen hem. Ja, je hebt hem op de foto gezien. Ja, maar precies. Ongetwijfeld als je hem ziet dat je zegt, oh is dat die gast. Ja. Ja. En hebben we daar nog 1 medewerkster? Ja, dat is Dilana. Dag Dilana. Jij werkt hier ook? Ja, zeker. Hoe lang werk jij hier al? Bijna 2 jaar. Ja, dan heb je het naar je zin. Zijn ze lief voor je? Ja, zeker. Ja. Ze zijn gelukkig lief voor me dus. Nou, dat is heel belangrijk. Ja. Werkplezier is alles. Precies. Zijn er nog andere dingen die ik nog moet bekijken? Of waarvan je zegt, want daarbovenop, dat zijn allemaal cadeautjes van gisteren, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, van vele mensen die op onze uitnodiging ingegaan zijn. Namen allemaal hele leuke dingen mee, dus we zijn echt feestelijk verwend. Ja, dus we zijn helemaal blij dat jullie hier zijn. Ja, veel mensen wel. Ja, precies. Niet in het Bluffdorp dit keer. Nou, hartelijk welkom en ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel, en tot binnenkort. Ja.